Geachte leden van de Kamercommissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Twee dagen geleden nog zat ik met kippenvel op de tribune bij de voorstelling Macbeth van Triater. Door de prachtige zinnen van Shakespeare, de musicaliteit van het Fries en de helderheid van het spel van de acteurs. Dan geniet ik en ben ik dankbaar voor de rijkdom die we met zo'n taal en zo'n gezelschap hebben in Nederland. Ik ben dan ook erg geschrokken van het advies van de Raad van Cultuur om Triater uit de basisinfrastructuur te halen en ik begrijp de reden niet. De reden dat Triater niet van nationaal belang zou zijn vanwege het gebruik van het Fries. Dan ziet Nederland zijn eigen culturele juwelen blijkbaar niet. Nou hebben we naast onze Nederlandse taal en cultuur nog een taal en cultuur binnen onze landsgrenzen die zeer bijzonder is, een lange geschiedenis heeft en bovendien nog springlevend is. Wat een rijkdom. En dan zien we de waarde niet. Persoonlijk lijkt het mij van groot nationaal belang om onze culturele diversiteit te behouden. Juist door die diversiteit kunnen we ons blijven verbazen, verwonderen en elkaar inspireren. De mooiste kunst ontstaat vanuit authenticiteit, vanuit eigen wortels. Niet de eenheidsworst zal het verschil maken, maar de eigen unieke verbeeldingskracht van een kunstenaar, een gezelschap of een cultuur. Het is bijna ondoenlijk om emotionele of culturele waarden uit te leggen of te verdedigen en dat maakt haar zo kwetsbaar. Zo makkelijk kapot te maken of overbodig te verklaren. Maar uiteindelijk is onze cultuur en ons cultureel erfgoed wel hetgeen dat ons als mensheid glans geeft en de samenleving op een positieve manier verbindt. Ik hoop dat u dat niet vergeet in uw besluitvorming omtrent de cultuur in het noorden. Een hartelijke groet, Nienke Laverman.